Nou ja, wat mij eigenlijk opviel ten eerste was, het was vandaag mooi weer en wat een bomvolle zaal. Dat was heel mooi om te zien. En verder viel mij op dat er met bijzonder veel energie werd gesproken over het thema van kwaliteit in de GGZ. En heel sterk wat opviel was dat de discussie meteen al multideskundig was. Dus heel veel mensen met ervaring van GGZ, gebruiker zijn van GGZ, waren aanwezig. En dat was heel goed, want dat maakte dat eigenlijk vanaf het begin de discussie heel duidelijk graviteerde naar de ervaring. De ervaring van mensen en welke waarden zij eigenlijk belangrijk vinden als het komt op kwaliteit. En dat was heel fijn. Dus we gingen niet richting geld, we gingen niet richting systemen, we gingen niet richting data. We begonnen vanuit de ervaring en we bouwden het op eigenlijk van oké, wat zijn dan waarden die bij kwaliteit horen. En van daaruit kwamen we dus terecht bij de zorgprofessionals, de hulpverleners, vanuit de ervaring van mensen. Wat betekent dat dan voor de hulpverlener? En we kwamen erachter dat eigenlijk de hulpverlener, de zorgprofessionals, een hele belangrijke taak hebben in dit geheel. Namelijk om zich op te stellen op een manier dat ze zich laten toetsen door degene die hulp komen vragen, door zorgvragers. Dat vergt een andere manier van werken. Dat vraagt om reflectie op basis van materiaal dat je krijgt van patiënten. En dat je dan openlijk je laat toetsen, bijvoorbeeld via videoreflecties of via groepsreflecties op basis van verhalen van patiënten. En dat je dus een beetje kwetsbaar daarin opstelt. En dat, denk ik, was een hele mooie connect die je vandaag zag. Het is niet data, het is niet rommen, het is niet... Betaalbaarheid is natuurlijk heel, heel belangrijk en rechtmatigheid is heel belangrijk. Maar de kern van de zaak, daar kwam het vandaag op neer, is de ontmoeting tussen iemand die hulp nodig heeft en iemand, een professional, die daar in contact mee wil treden. En hoe je dat doet, op een manier dat wat degene wil brengen vanuit zijn leefwereld en wat hij belangrijk vindt, om die connect te maken, dat is kwaliteit. Daar zijn we vandaag achter gekomen. En dat is eigenlijk heel belangrijk, gegeven het feit dat we hier al 5 jaar mee bezig zijn met het thema van kwaliteit, in de zin van data verzamelen. En die over de muur kieperen en dan komt het in een database. En nu hebben we vandaag ontdekt dat het veel fundamenteler is en dat het gaat over de ontmoeting. En dat er een duidelijke opdracht ligt aan ons, de zorgprofessionals, om ons kwetsbaarder en toetsbaarder op te stellen om beter in contact te kunnen treden met waar die persoon vandaan komt en waar die naartoe wil, die hulp vraagt. En dat ervaringsdeskundigheid en de stem van de patiënt, zeg maar, eigenlijk leidend moet zijn in dat kwaliteitsproces.